Sommige mensen uit Jeruzalem zeiden: dat is toch die man die ze willen doden? Hij spreekt zomaar in het openbaar en niemand zegt er wat van. Misschien is de Hoge Raad erachter gekomen dat hij toch de Christus is. Maar niemand weet waar de Christus vandaan komt. En van deze man weten wij het wel. Terwijl Jezus in de tempel stond te spreken, riep hij: u kent mij en weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet op eigen gezag gekomen. Iemand die betrouwbaar is, heeft mij gezonden en u kent hem niet. Ik wel, want ik kom bij hem vandaan. Hij heeft mij gestuurd. Om deze uitspraak wilden zij hem grijpen, maar niemand deed het, want zijn tijd was nog niet aangebroken. Velen geloofden in hem en zeiden: zou de Christus nog meer wonderen kunnen doen dan deze man? De Farizeeën hoorden wat er onder de mensen over hem gefluisterd werd. Daarom stuurden zij in overleg met de leidende priesters enkele tempeldienaars om hem gevangen te nemen. Ik blijf nog maar een korte tijd bij u, zei Jezus. Maar daarna ga ik terug naar hem die mij gestuurd heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. Want waar ik ben, kunt u niet komen. De Joden keken elkaar verwonderd aan. Waar wil die man naartoe dat wij hem niet zouden kunnen vinden? Is hij misschien van plan naar de Joden in het buitenland te gaan en de andere volken zijn leer te brengen? Wat zou hij bedoelen met: u zult mij zoeken, maar niet vinden? En met: waar ik ben, kunt u niet komen? Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op en sprak de mensen toe: als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. Hij sprak hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden. Want de geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar zijn vader was teruggegaan. Sommige toehoorders zeiden: inderdaad, hij is de profeet. Hij is de Christus, meenden anderen. Maar er waren er ook die zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Er staat geschreven dat de Christus voortkomt uit het geslacht van David, uit Bethlehem, Davids geboortestad. De meningen over hem waren verdeeld. Sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed het.